De regering bekijkt alle mogelijkheden om het Surinaams bedrijfsleven te stimuleren om de export te verhogen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking was deze week op oriëntatiebezoek bij het bedrijf B4 Agro and Food Systems. De bewindsman zegt dat de agroprocessing ontwikkeld moet worden zodat er meer exportmogelijkheden ontstaan. Ramdien zegt dat het bezoek aan het bedrijf in het kader was van exportpromotie. Wij zien graag jonge, innovatieve Surinaamse bedrijven die niet alleen een bijdrage aan de voedselzekerheid in Suriname kunnen leveren, maar ook aan de kwaliteit en de techniek van voedselproductie in Suriname. We zien dat als een belangrijke aanwinst voor onze economie. En dit bedrijf is op dat traject bezig, heeft inmiddels 15 jaar ervaring in Suriname. Maar wij willen graag zien dat ook de technologie die zij hebben ontwikkeld, de technieken die zij hebben toegepast op meer dan 100 projecten, ook wordt geëxporteerd naar andere landen in de regio. Met name naar landen waar er niet zoveel ruimte is en waar op een klein stukje terrein toch nog aardig wat geproduceerd kan worden voor wat betreft de voedselvoorziening. Ramdien zegt dat de regering graag ziet dat de technologie die B4 Agro gebruikt beschikbaar wordt voor de Surinaamse landbouw. De minister hoopt dat de landbouwers met deze technologie voldoende agrarische productie kunnen realiseren voor de export. En daardoor kunnen wij ook onze deviezen genereren die noodzakelijk zijn voor andere importen. Dat is het kader geweest van het bezoek aan dit bedrijf. Het zal niet bij dit bedrijf alleen blijven. Wij zullen ook andere bedrijven in andere sectoren bezoeken. Omdat ik belangrijk vind dat we rechtstreeks met de initiatiefnemers, de ondernemers praten. En het is altijd goed om op locatie te gaan kijken, zodat we ook precies kunnen begrijpen wat daar aan de hand is. Dat was de reden van mijn bezoek en ik hoop dat dit een stimulans is voor andere bedrijven om ook contact met ons te maken, zodat wij ook hun kunnen bezoeken en met hun gesprekken kunnen voeren. Ik hoop dat hierdoor we niet alleen kijken naar een stukje agrarische ontwikkeling, maar ook een stukje verbreding van onze productieproces. En uiteindelijk gaat het in een economie om niet de grootste projecten. Het gaat niet alleen om olie en gas. Het gaat met name om het midden- en kleinbedrijf die de meeste werkgelegenheid creëren en dus die ondersteund moeten worden. Dat was dus minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. We spraken hem in het kader van zijn bezoek aan het bedrijf B4 Agro and Food Systems.